als winnen en oké. Okay. Ja, dat denk ik ook. Als je dan 16 punten kunt hebben, net evenveel als Antwerp. Maar met het feit dat je heel veel nieuwe... We fietsen nog eens, Wesley, door de opstellingen van Gent. De nieuwe mensen bij Gent. Vanja, Gambor. En een sprong naar plek 2 in het klassement maken. Voilà, we zijn eraan begonnen met de nieuwe cultheld. Niet zonder risico. Nog net goed ging dat. En dat is wel een goede bal van Rika. Maar ze is te veel tijd nodig. Toch nog het voordeel voor Leuven. Ja, Mitrovic die diep was gelopen, had misschien meer in steun moeten blijven voor die bal. Omdat Mazis die makkelijk kon afgeven. Akimoto trekt een sprintje, de bal komt er niet. Rika wilde hem wel bedienen. Onderschept door Gambor en meegeven met Fadiga. 3-4 mensen voor de goal van Gent, daar is de voorzet. Het is Rika die kopt. En dan Delorge meteen naar de buitenkant. Surdé, overlap van Brown. En meteen de voorzet en die scoort. Dit is een alleraardigst doelpunt van AA Gent. Wat ging dat razendsnel. En hij neemt hem uitstekend over. En na 8,5 minuut staat de voorsprong voor de thuisploeg op het bord. Hier zien we nogmaals via de rechterkant aan een goede voorzet. Nog weggekopt door Rika, terug in het spel gebracht. Uiteindelijk Brown begint te lopen. Een 3, wat ik net zei, aanvallers doen dat niet graag. Maar als je die zoveel ruimte en tijd geeft in die 16 meter. Het is heerlijk afgewerkt in één tijd. Niet te lang nadenken. Geen tijd om erop te verdedigen. Het ging vanaf dit moment maar, hier was het razendsnel. Maar in principe moet je uit deze situatie, Omigami moet hier contact hebben met Dean. Maar dat doet hij niet. Kiest voor de positie. Maar ook niet te erg, want hij voetbalt alweer. Combinatie zoeken met Ito. En dan de diepgang. Dat is mooi gedaan. Fadiga, mooie kap is dat. Kan hij besluiten? Fadiga, ja, erin. Oh, dat mag niet. Leijzen anticipeert. Hij laat zich zo verrassen. En Fadiga met al een tweede doelpunt. Nauwelijks 3 minuten na de 1-0 staat er al 2-0 op het bord. Ja, hij deed het helemaal zelf. De bal gaat hoog naast de bal. Maar zoals ik dat straks zei, Peter, is een jongen met een offensieve actie. Meer dan wat Sam. Kijken naar Surdé voor Gent met steun van Brown. Naar binnen komen en trappen. Beetje geforceerd. Makkelijk kreeg enorm veel ruimte Surdé. Maar dan inderdaad wild die trap uit evenwicht. Bij 34 toch nog altijd heel bedrijf, zeker daarachterin. Maar het was weer minder. Maartens uithalen maar. En toch een redding nodig. Roef die geen risico nam en die bal in corner duwt. Slecht inspelen van Watanabe. Fadiga die naar de buitenkant ligt, speelde die bal aan de binnenkant en dan omschakeling. Nu Martens zelf van het kanon, waar hij straks die bal nog af. Gekregen. Van Oscar Garcia. Maartens met diepgang. Krijgt hem net tegen de knie. En toch nog een trapje. Maar vandaar scoren was quasi onmogelijk. Van Maartens' opbouw was ook al beter bij Leuven. Veel beter die bal van voet tot voet. Een spits die 16 meter misschien nog iets kan forceren. Maartens dient zich daar goed aan en combineert met Bonsoezi. Kan oprukken, inspelen bij Mitrovic. Het is een 3 die hem bijhoudt. Malikwisha, een wilde knal. Maar zijn ploegmaat niet geweld. Gaat ze nog trappen of hoe zit het eigenlijk? Een 3, komt er toch nog uit. En dan een mooie plaatsbal. Ja, dat was toch al beter. Daar moest Roef toch al even naartoe. Akimoto nam hem ineens. Maar het was iets tussen een half schot en een halve voorzet. Rika dan in de rug van Maartens. Ook weer net niet goed. Maar laten we zeggen dat dat van de kant van Leuven de eerste echt gevaarlijke poging was. De derde keer dat Roef
moet tussenkomen, maar de eerste keer dat hij dat met moeite moest doen. Maar je ziet dat, dat ze Gent gewoon minder tijd en ruimte geven om uit te voetballen. Nu iets minder voorzet. Hier balverlies van Gent. En dan goed schot van N3. Kijken naar Brown ondertussen. Live hier in de actie. Heel ver gekomen. Surdé meenemen en trappen. Leijzen met een onorthodoxe redding. Vreemd zo. Ja, actie was al bezig. En dit is toch veel tijd en ruimte krijgen. Surdé trappen is niet fantastisch. En, de bal voor Gent. Vijf mensen van de Buffalo's dicht bij elkaar om in te lopen achter het penaltypunt. En de vrijheid en de redding. De knul van Ito was het, denk ik. En balvoordeel gegeven uiteindelijk. Bal buiten, want een blessure. Proberen tenminste, die van Leuven, om er wat aan te doen. En u weet het. Legends never fade. Terwijl we eerst kijken naar Maartens. Voorzet. En overgenomen door iemand op de lijn. Gered door Watanabe. Oh la la. Meteen niet op deze manier. Druk vooruit. Kansen proberen af. Samoise van de bal gezet. Balikwisha. Ja, maar Ziz doet dat nog heel goed. Want die bal was in zijn rug. Neemt hem mee. Roef. Verstandig. Ja. Afgebleven Davy Roef. Want stel dat hij die bal aanraakt, dan devieert hij schiet centraal weg. Dit was mooi van Maziz. Nou, voorzetschot. Maartens is de eerste die naar de kant komt. En Mitrovic wordt ons ingeseind. Maar een penalty, nee, die ga je daar niet voor krijgen. Dat was net iets te makkelijk. Surdé en Dien dus naar de kant. Araujo. Leren voetballen in Lissabon. Kijken naar de corner. Wesley komt er al aan. Gudjonsson komt en scoort. Ja, daar is hij. Dat zal lekker binnenkomen. Voor Gudjonsson. Binnenkantpaal. En hiermee valt wellicht toch een doek over deze wedstrijd. 3-0. Niet in deze wedstrijd. Hier getikt door, wie is het? Biro. Maar ja, Biro die kijkt helemaal niet naar de bal. Hij probeert Gudjonsson vast te houden. Uiteindelijk wint hij het duel. Tweede paal, niemand. Hier gaan we het beter zien. Nou, Biro is hem kwijt. Ja, dat is moeilijk. Maar goed, je moet ook een beetje naar de bal kijken natuurlijk. Antwerpen. Gent was al niet de favoriete tegenstander van Leuven. Ook al wonnen ze nu in play-off 2. Europlay-offs vorig jaar wel in 2 wedstrijden. Uit en thuis tegen de Buffalo's. Maar in 20 Jupiler Pro League wedstrijden maar 3 keer kunnen winnen. En een vierde keer gaat er niet van komen. Ito geeft nog eens mee hier met de knal die ernaast zoekt. Araujo was het zeker die kon uithalen. Hier gaan we het zien. Wel een goede actie van Araujo. Goed van Gudjonsson. Kijk, en als je nu meer iets voorwaarts speelt, kan Araujo. Die gaat rechts van de 3 spelen. Mooi tikje van Araujo. Gerkes weer Araujo. Buitenom dat ze misschien een schietkans. Nee, want Akimoto blijft hardnekkig verdedigen. Leijzen geraakt niet heel erg snel recht. Om die dan te grijpen. Dus moet het kamp ontzet worden. Balikwisha voor Leuven nu. Ja, binnen bereik van Watanabe. Die had dat zo al zien komen. Ja, goede tekking van Watanabe. Voor één keertje had Brown niet stond op te letten. Het is belangrijk om elkaar zo te steunen. Assis. En ja, daar is hij dan. Nico Amezi legt hem erin buitenspel. Ja, het zal toch niet geweest zijn. Goeie bal hoor van Maziz. Echt een goeie. Tot deze man wel beter gepositioneerd. Ja, toch wel. Net voorbij Watanabe. Goed gevlacht. Ook al stond Mitrovic hier. Varela met Gudjonsson. En Laurens Visser met het laatste fluitsignaal. Tevredenheid bij Wouter Franke. Want